TVN Prime Alert van vrijdag 12 januari 2018. Uw aandacht voor de headlines. Elias, staatsolie boert goed in 2017. Rozenblad, Brunswijk heeft concessies terug. Etnel, Van Dijk, Silos moet eer aan zichzelf houden. Dader, schietpartij, Wolframstraat wordt vluchtig. Berenstein, overal crisis in het land. Dwarka, president moet andere OKB-voorzitter benoemen. Politie geeft identiteit derde verkeersdode 2018 vrij. Surpost, medewerkers willen meer geld. En EBS brengt netwerkcomponenten in beeld. Vandaag het laatste deel uit het vraaggesprek met algemeen directeur van de staatsolie, Rudolf Elias, die niet alleen maar ingaat op de verdiensten van het bedrijf in 2017, maar ook de plannen voor 2018. Wij voeren u naar het vraaggesprek met algemeen directeur van de staatsolie, Rudolf Elias. Heeft de in deze met name de dollarkoersfluctuatie enige invloed op jullie bedrijfsvoering? Ja, natuurlijk heeft het wat invloed op onze bedrijfsvoering. Het heeft niet echt heel veel invloed op onze bedrijfsvoering, want wij denken heel veel in dollars. Zo, en onze boekhouding is uiteindelijk, wordt die ook in dollars opgesteld, omdat veel van onze uitgaven en inkomsten in dollars zijn. Alles wat je exporteert, en Suriname is een net exporter van olieproducten. Staatsolie produceert 6 miljoen barrels aan olieproducten uiteindelijk. En Suriname gebruikt nog geen 5 miljoen aan olieproducten. Dus er is altijd een balans die geëxporteerd wordt. En de gedachte daarin is om dat in dollars te doen. De wereldmarkt over van olie en olieproducten is ook in dollars. Als je materialen moet kopen in het buitenland om ervoor te zorgen dat je je productie op peil hebt, moet je dat ook in dollars betalen. Zo, daaraan zie je dat je dollar inkomsten en uitgaven, dat die ongeveer balanceren. En vandaar dat de koersinflux weinig invloed heeft op het uiteindelijke resultaat van staatsolie. Ja. En wat er internationaal allemaal gebeurt in de wereld, wat voorspelt dat voor de olieprijzen? Nou, wij denken zelf, en met ons denk ik dat heel veel bedrijven dat denken, is dat wij niet denken dat de olieprijs weer teruggaat naar de $120 en $130 per barrel. We denken dat hij steady gaat blijven in de komende 5 jaar tussen de $50 en $60 miljoen. Tussen de $50 en $60 per barrel. Hij gaat af en toe droppen onder de $50. Hij gaat af en toe stijgen boven de $60. Maar on average gaat hij in die bandbreedte blijven. Onze hele bedrijfsvoering en de manier waarop we denken en waarop we geld uitgeven en investeren, is daar dan ook op gebaseerd. We proberen onze schulden dusdanig te rangschikken dat we met onze inkomsten onze schulden makkelijk kunnen betalen. En dat we niet meer schulden krijgen, zodat we een gezond bedrijf blijven. Is staatsolie een internationale speler? Ja, staatsolie is een behoorlijke internationale speler. Een heleboel bedrijven kijken naar staatsolie. Een heleboel bedrijven kijken ook naar staatsolie natuurlijk door de grote fondsen in Guyana. Nogmaals, de fondsen in Guyana zijn geen kleine fondsen. Dat zijn de grootste oliefondsen in de afgelopen 10 jaar in de hele wereld. Zo, alle internationale oliebedrijven die kijken naar het bekken, naar het Guyana-bekken, die kijken dus naar Guyana, maar ze kijken ook zonder meer naar Suriname en naar staatsolie. Ja. Toen jullie in het dal waren, als ik maar die woorden blijf gebruiken, was jullie social responsibility naar die samenleving ook enigszins op een laag pitje, wat geparkeerd. Nu met wat meer verdiensten, hoe zit dat nu? Ja, dus de staatsolie blijft een speler daarop. We hebben een foundation. Via de foundation geven we aan alle goede projecten die zichzelf kunnen bedruipen. We noemen dat sustainable projecten. Daar geeft staatsolie geld aan. We proberen ook veel meer geld nu te geven aan onze eigen communities waarin we werken. In het begin was alles eigenlijk gericht op de stad. Nu is veel meer gericht op de communities waarin we werken. Dat wil zeggen Tutlifo en Saramaka en ook een klein beetje natuurlijk Flora.
We geven niet meer, zoals we dat vroeger deden, een hoop geld aan just to give. We kijken nu heel goed of het een sociale projecten zijn, of het sustainable projecten zijn, of ze zichzelf in stand kunnen houden. En op basis daarvan beslissen we wat we wel geven en wat we niet geven. Maar bij we nogmaals de balans proberen te laten doorslaan naar onze eigen communities. Het personeel van Staatsolie denkt mee toekomst? Ja, natuurlijk. Alles is het personeel. Zonder het personeel heb je niets. Onze grootste asset, en ik denk onze beste asset die we hebben, is ons personeel. We proberen ons personeel ook goed te houden. We proberen ons personeel ook op te leiden. We proberen ons personeel ook goed te betalen. Want een heleboel mensen zeggen ja, maar kijk maar wat in Guyana gebeurt. En heeft dat ook effect op jullie? Mm-hmm. Natuurlijk heeft dat heel veel effect op wat in Suriname gebeurt. In Guyana kennen ze geen olieindustrie. Ze weten nog niks van de olieindustrie. So, ze moeten daar alles nog beginnen op te bouwen. En ik zeg altijd, waar denk je dat ze naar gaan kijken als ze mensen nodig hebben? De eerste mensen die ze nodig hebben, gaan ze kijken bij ons. En dan zeggen ze, hey, in Suriname heb je een heleboel mensen die heel veel verstand hebben van olie. Laten we proberen daar de eerste mensen weg te kopen. Dat is natuurlijk leuk. Dat is leuk van onze mensen ook natuurlijk. Dat ze aanbiedingen zouden krijgen uit Guyana en de regio. Aan de andere kant moeten we wel heel voorzichtig daarmee zijn natuurlijk. Want als je je kader verliest, dan verlies je in principe een van de belangrijkste dingen om je toekomst te kunnen waarborgen. So, wij vinden onze mensen het allerbelangrijkste wat we hebben, de belangrijkste asset. Directeur, waarin zit volgens u dan de uitdagingen voor 2018? Nou, de mooiste uitdagingen voor 2018 zijn nogmaals dat we nu op zee eerst gaan snuffelen om te kijken of we daar olie kunnen vinden. Dat is een hele mooie uitdaging. We hebben natuurlijk een uitdaging om nieuwe technieken te vinden om meer olie uit de grond te halen als dat we op dit moment doen. Op dit moment laten we van de 100 barrels die we in de grond zitten, laten we er 80 zitten. We kunnen met de huidige technieken maar 20% van de olie die er ligt uithalen. En we hopen dat we dit jaar weer wat nieuwe technieken verzinnen, waardoor we weer iets meer olie uit de grond kunnen halen. Dat zijn uitdagingen. Het blijven uitdagingen om ervoor te zorgen dat je kostenbewust blijft, dat je in die lowest cost kwartaal blijft. Dat blijven uitdagingen. De raffinaderij blijft een hele mooie uitdaging natuurlijk voor ons, om dat op een efficiënte en goede manier te runnen. De allermooiste uitdaging komt natuurlijk als we olie vinden in het offshore gebied. We gaan samen met onze partners, op kosten van onze partners, gaan we weer 2 putten boren in 2018. En we gaan weer 2 putten boren in 2019. Als daar iets uit voortkomt, dan ziet de wereld er anders uit. Ziet de wereld er ook anders uit voor Staatsolie. En om dan een volwaardige partner te zijn van zo'n oliebedrijf, daar hebben we nog een lange weg te gaan. Maar we zijn heel hard op weg om daar te komen. U gebruikte daar net een woord dat de laatste tijd heel veel wordt gebruikt, bezuinigen. Maar als uw concurrenten 2 stappen voor wil zijn, waarin gaat u dan bezuinigen, waarin gaat u dan snijden? Nou, je moet niet alleen denken aan het snijden van kosten, je moet ook denken aan het efficiënter werken. Oftewel, hoe kan ik met minder mensen, of met dezelfde hoeveelheid mensen, meer produceren? Daar gaat het in principe altijd om. Hoe kan je bepaalde activiteiten die veel geld kosten, hoe kan je die of elimineren, of hoe kan je die efficiënter maken? En dat, hoe je het ook draait of keert, het blijft altijd natuurlijk een mensending. Maar we kunnen efficiënter werken en we kunnen meer kosten besparen. Oftewel, we kunnen met z'n allen meer produceren als dat we vandaag doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat zie je ook altijd, zeg ik, als je kijkt bijvoorbeeld naar atletiek. Dan denk je altijd, dit record gaat nooit worden gebroken. Maar ik zeg altijd, als je stilstaat, ga je in principe dood. Iemand die in 1964 de Olympische gouden medaille won op de 100 meter, die zou vandaag niet eens gekwalificeerd worden voor de Olympische Spelen. So, je moet vooruit gaan, je moet steeds beter worden, je moet steeds sneller worden, je moet steeds goedkoper worden om ervoor te zorgen dat je concurrenten voor blijft. Dobbert, de economie van Suriname nog altijd op goud en olie?
Ik denk dat we onze economie nog steeds op natural resources draait. Ik denk ook niet dat dat slecht is. Ik denk wel dat we na moeten denken met z'n allen om een mooi fonds te vormen. En we hebben nu zo'n wet die een mooi welvaartfonds heeft. En we moeten goed kijken naar zo'n welvaartfonds om er in ieder geval zeker van te zijn dat als onze natural resources op zijn, dat we voldoende geld gespaard hebben voor de generaties na ons. Dus niet alleen voor onze generatie, maar ook voor onze kinderen en voor de kinderen van onze kinderen. En ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren en op een juiste manier gaat gebeuren. TBN Prime Alert die had een vraaggesprek met ondernemer, producent Marlon Rozenblad over een aantal actuele onderwerpen. U kreeg gisteren het eerste deel uit het vraaggesprek en vandaag het tweede deel uit het vraaggesprek met ondernemer, producent Marlon Rozenblad. Als Brunswijk die concessies had en hij zou niks ermee doen, dan zeg ik goed, u doet er niks mee, sta het af. Want in het doen niks hangen. Maar het gaat niet om de hoeveelheid wat hij heeft. Maar waarom klaagt men over Brunswijk hoeveel hij heeft? Waarom praat men, waarom scheldt men Sarjo niet uit? Laat me namen noemen vandaag. Waarom blijft men alleen maar beuken op de Bosland Creoolse man? Laat me die dingen vandaag zeggen zoals ze zijn. En ik wil ze nog een keer in herhaling treden. Het is geregeld, ze hoeven zich niet druk te maken. Had u zich daarvoor moeten inzetten? Als hij zich had moeten inzetten? Had u. Als ik? Ja. Dat wil ik niet prijsgeven. Begrijpt u? Eén ding wil ik zeggen dat ik soms het gevoel had dat de president niet op de hoogte was van wat er daar ging reilen en zeilen. Begrijpt u? Maar het is geregeld. En toen ik het hoorde, heb ik ook gedacht in mezelf, ik denk niet dat Bouters op Brunswijk zo gaat laten vallen. Want ik heb Brunswijk, het is mijn persoon, samen met Dino Bouters, die in feite Leo Brunswijk naar daar heeft gebracht om orde op zaken te zetten. Dus Brunswijk doet zijn best. Moeten we niet zoeken achter Belfort in deze? Nou, ik zou het niet daar zoeken. Belfort. Met de recente uitspraken van hem? Belfort heeft zijn manier hoe hij zijn dingen doet. Toch? En ik respecteer dat ook. Hij is mijn partijgenoot. Datgene wat Belfort nu doet, hebben wij toen ook gedaan tegen Venetiaan. Ik zat bij de NDP. Dus iedereen heeft zijn manier hoe hij zijn dingen naar buiten brengt. Begrijpt u? En Belfort heeft zijn... En hij scoort ermee, ik heb begrepen. Ik heb gezien de kijkcijfers van hem stijgen. Hij is een populariteit stijg. Hij scoort ermee. En als hij er vrede mee heeft, waarom, wat zou ik eraan kunnen doen? Het is zijn manier. Ik heb ook mijn manier hoe ik mijn dingen naar buiten breng. En hij bekritiseert me niet. Dus ik denk niet helemaal niet dat het iets te maken heeft met Belfort. Nou. Maar heer Rozenblad, we praten er altijd over. Lopen uw lijnen nog steeds naar de president? Of zit er breuk daarin? Minister Reliefeld had me verleden gevraagd toen hij nog minister was. Had hij me gevraagd, zeg als de deur nog op een keertje open is. Ik heb hem gezegd, de deur staat altijd open als het om de welvaart van ons land gaat. Toch? Het gaat tenslotte om Suriname. Ik heb geen ruzie gehad met de president. Er zijn andere mensen in de partij rondom de president die er een potje van maken. En soms krijg ik het gevoel dat de president gezien zijn leeftijd toch machteloos staat tegenover deze figuren. Verleden is een van die figuren tegen me tekeer gegaan en ik weet bijvoorbeeld dat face-to-face? Nee, via de media is hij tekeer gegaan tegen mij. En ik weet bijvoorbeeld dat deze meneer, zijn bijnaam in de NDP is Alibaba. En heel veel toppers nadat hij tekeer gegaan is tegen mij,
hebben heel veel toppers van de NDP me gebeld. Ik heb geen ruzie met ze. Toch, het zijn meer de mensen uit de projecten die ruzie maken. Maar we praten echt over de top. En een van die toppers heeft me gezegd, zeg meneer Rosenblad. Die man die u een complimentje heeft gemaakt. En hij is tekeer tegen u gegaan. Is dat het dat kan man bij Furtu Picolet voor pres? Ik dacht, ay, mijn Sabatorio. Want ik ging naar huis. Dus de president heeft die man vertrouwd. En de president heeft hem abel op die man Picolet. En hij voer hem aan Picolet. Dat onder hem om Picolet deed. En vanmorgen belde nog een andere man. Zeg, maar meneer Rosenblad. Weet u dat deze man boos is weggelopen van OW? Omdat de toenmalige minister, of de minister, al die auto's van de overheid die onder zijn beheer waren, toch? In beslag heeft genomen. Want het ging om een diesel, fraudieuze handelingen die gepleegd werden, toch? Met diesel. Ik zeg ja, ik heb gehoord over die melkkoeien. Tak, amam beshi den diesel waji lek meer kikau. Dus ama ik wego tank de waji, da ama ik gwa oso, da stop te on tuinslang in die, de meer kikau na nga blauw patenti, blauwe kenteken. Nee, even serieus. Je kan het niet maken. Terwijl ik de politie bel, en de politie heeft geen diesel om uit te rijden. En u zit die auto's van de overheid te melken. Huh? Tot bloedens toe. En dan ga je morgen weer tanken. Luistert u, wanneer u begint met Malo Rosenblad. Ik heb informatie om u en daarom heb ik hem uitgedaagd. Maar hij gaat niet komen. Want ik ga gedetailleerd aangeven, zeg meneer, waarom heeft de minister u de laan uitgestuurd? Waarom? Je bent 60-pluster, je hebt je vervaldatum al bereikt. Ga thuis. We blijven aan Gram Ching. Of ga wat doen. Maar nee, je wil die koeien blijven melken. En als de minister die auto's in beslag neemt, dan word je boos. En ik krijg het gevoel dat amanoma pura uraktap minister Miranda. Damo pura uraktap mi. Het ging om auto's van de overheid die gemolken worden. En vaak genoeg de man dat boji de kou dat in afkot grazi. Af je merki de nomo. En met melk bedoel ik diesel. Diesel, dure diesel. Dure diesel, toch? Dat met een tuinslang, een korte tuinslang, weer uit die tank gezogen wordt en in een vat gezet wordt en verder verhandeld wordt. Dus Alibaba, laat hij op zijn hoede wezen. Want er is meer dan dat. Ik heb nog nooit, ga mooi zitten, ik kom. Ik heb nog nooit naar huis gelopen omdat ze me dienstvoertuig hebben afgepakt. Ik heb mijn eigen auto. Ik heb die informatie. Dus soms vraag je af, zegt president. Je zet iemand in functie waarvan u weet dat hij niet gedragen wordt door de rest van de partij. Dat die man diesel heeft gestolen. Amman bij Merki den Kou. En ik heb geen naam genoemd. Maar er zijn meerdere van die figuren die duur de samenleving moet het weten. President, we zijn in een crisisperiode. Alsjeblieft. Brengt u al die koeien op stal. Met stal bedoel ik garage. Dus toen ik hoorde dat Miranda daar minister is geworden. En heeft al die auto's genomen en in garage gezet. En dan hoorde u op het veld van hem mee klagen, van hem mee kossie. Maar de minister heeft iets goeds gedaan. Want die diesel is duur. En dan gaan mensen boos worden. Maar die diesel is duur, mijn man. A diesel is duur. Weet u als samenleving, de president weet het ook.
president, wat moet u maandelijks aflossen aan diesel die zomaar wordt gebruikt? Wat doen die dieselvoertuigen op Cola Creek en Sanderij 1? Wat doen ze? Laat een auto van de overheid, wanneer ze uitrijden, laten ze aangeven waar ze naartoe rijden. En mensen gaan weer boos worden op me. Diesel is duur. Ik rijd af en toe rijk, ook zonder airco, omdat Adiri. Bijna in Luca verkeer, daarom gebeurde er zoveel aanrijdingen, president. Omdat die I non-stop dit op een meter. En dan heb je bepaalde van die figuren, die mensen zitten te beledigen, terwijl je zo'n complimentje maakt, president. En wanneer je in die man zijn verleden gaat, dan zie je dat die man een dieseldief is geweest. Die man heeft zelfs 2 picolets van de president verkocht. En wanneer je deze mannen accommodeert, wat wilt u hebben, president? Ze gaan u in het kwaad daglicht zetten. Want amane mine na ngayu. Die man is duidelijk daar voor Fatin Saka. Dus wanneer de minister zegt, je moet die auto's inleveren. Dan moet je niet boos worden. Want ik heb zelfs gehoord dat op een gegeven moment vroeg die man zijn vrouw om zegt, maar Alibaba, wat doe je met een tuinslang in die tank? Hij zegt, je wil die weef toch hebben, schatje? Kijk, laten we serieus zijn. Waar gaan we naar? Wanneer gaan we beginnen om Suriname op te bouwen als we overhoop zitten met elkaar? U en ik willen hetzelfde, maar je rijdjerangami. Iedereen vecht met een andere, toch? Om zogenaamd dit arme volk te komen helpen naar het beloofde land. Mensen, niks is minder waar. Ze zijn allemaal hypocrieten. Mie et aigio. Dus als de president iemand wil benoemen, zo be it. Ik heb er vrede mee. Ik ga niemand bestrijden voor iemand die niet beter is dan de persoon in kwestie. Van Dijk Silos gaat me begrijpen, want hij was korrevrouw. Ik ga u niet bestrijden voor iemand die niet veel beter is dan u. Want ze zijn niet beter, mi etagio. Enkele politieke partijen die hebben protest aangetekend tegen de mogelijke herbenoeming van meester Jennifer van Dijk Silos, ex-minister van Justitie en Politie, tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Aan parlementariër Patricia Etnel van de NPS vroegen wij of dit protest, gerechtvaardigd is. We voeren nu naar het vraaggesprek met parlementariër Patricia Etnel. Patricia Etnel, DNA-lid. Er zijn wat protesten aangetekend tegen de mogelijke herbenoeming van meester Jennifer van Dijk Silos tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. De protesten die zijn aangetekend, is dat gerechtvaardigd? Laat me alvast beginnen om aan te geven dat eigenlijk als we kijken naar de protesten, dan zien we dat het volk in deze spreekt. Als je kijkt naar de verschillende reacties op Facebook, dan zie je dat de mensen heel erg teleurgesteld zijn in de benoeming van mevrouw Van Dijk Silos. Ook als je met mensen over straat praat, goed, een normale burger, weet je, de gewone burger, die zegt ook van, hey, dit is niet goed. En dan ga je zelf ook nadenken als persoon van, maar wat bedoelen de mensen eigenlijk? Wat bedoelt die burger eigenlijk? En wanneer die burger dat zegt, dat wil zeggen dat die burger op basis van zijn gevoel, op basis van wat ze allemaal hebben gezien, geven ze dat aan. We weten allemaal dat de mevrouw Van Dijk Silos ook eerder voorzitter is geweest van het OKB, ook tijdens de regeerperiode van meneer Venetiaan. Maar wat we ook weten, dat tijdens de regeerperiode van meneer Venetiaan, mevrouw Van Dijk Silos niet direct, nog indirect politiek gekleurd was. Het was puur op basis van haar expertise is ze benoemd tot voorzitter van het OKB. We weten ook dat na de verkiezingen van 2010 haar benoeming door is gegaan, ze is gebleven om in 2015 minister te worden van Jospol.
De vraag natuurlijk is dat de stap daartoe de president mag benoemen en ontslaan van ministers. Hij mag. Wanneer we kijken naar de weg van deze mevrouw als minister, dan weten we ook dat het absoluut niet positief is geweest. Er is heel veel kritiek gegeven op haar functioneren vanuit de gemeenschap, met als resultaat dat de president haar niet op een meest vriendelijke wijze heeft behandeld en van gewoon op de een of andere dag heeft bedankt als minister. Het heeft heel veel stof doen oplaaien in Suriname. Heel veel mensen hebben hierover gesproken. Om nu in 2018 te horen dat nadat ze ook nog raadsadviseur is geweest van de president, nu weer wordt voorgedragen als voorzitter van het OKB. En we weten ook, de naam zegt het al, het onafhankelijk kiesbureau. Dan ben ik van mening dat je ook iemand daar moet plaatsen die onafhankelijk is. Onafhankelijk van welke politieke partij dan ook. Maar nu weten we bij voorbaat dat de persoon, mevrouw Van Dijk Silos, gekleurd is. Ze is een NDP'er. Toch? Dat is ze gewoon ronduit. Dus bij mij gaat het erom nu, als je dat bent, toch, hoe kun je nu aangeven dat jij een verkiezing zal leiden in 2020, op basis van eerlijk, op basis van de vrijheid, op basis van oprechtheid, op basis van rechtvaardigheid, op basis van een eerlijke verkiezing ronduit gezegd. We zien dat met al deze zaken die gebeurd zijn in de afgelopen periode, dat dat niet zal gebeuren. Dus bij deze weten we bij voorbaat ook dat wat het volk denkt, het is niet wat parlementariërs denken, het is wat het volk denkt. En dat moet duidelijk zijn, het volk denkt zo. En het is eigenlijk hoe het volk er naar kijkt. En ze geven hun mening. Toch? En ik ben van mening dat in deze men moet luisteren naar de roep van het volk. Maar zou zij niet zelf moeten bedanken voor het voorstel dat de president heeft gedaan? Nu wil ik op basis van deze vraag, op basis van mijn vrouw zijn. Kijk, ik ben ook vrouw in de politiek. En natuurlijk maak je heel veel mee als vrouw zijnde. Maar ik, zoals ik het was, de manier waarop de president mij heeft behandeld, zou behandelen als van weet je gewoon op de een of andere dag zegt de president mee, je bent geen minister meer. Je hoeft me voor niets meer te vragen. Voor niets meer hoef je me te vragen. Wat je me ook zou komen vragen, zou ik je bijvoorbeeld beginnen te zeggen nee. Want één, mijn integriteit. Toch? Mijn zijn. Toch? Mijn hele waarde, toch? Mijn waarde en normen, datgene dat me brengt, weet je, ik gooi het niet te grabbelen voor geen enkele functie. Toch? Want op een of andere manier, voor de vrouw in de politiek, is dit geen goed signaal. En dan mogen mensen zeggen, ja, na Asma kan beslissen. Maar weet je, al gauw gaat men zeggen van, vrouwen zijn goedkoop. Is dat beter? En hier is men snel om die ene vrouw makkelijk weet je, te zeggen en gewoon te generaliseren. Dus ik ben van mening, wij vrouwen in de politiek, en we weten er was in 2015 een hype dat meer vrouwen in de politiek moeten komen. Ik ben van mening dat wij vrouwen in de politiek, we moeten achter onze idealen staan. En we moeten weten als dit mijn ideaal is, als dit is wie ik ben, mijn waarde, mijn normen, mijn zijn, mijn jeje is niet goedkoop. Dan moet je daarvoor gaan. En wat je ook krijgt, zeg ik, laat het gaan. En ga groter weg. Want vandaag aan de dag, wanneer je dan weer gaan praten over voorbeeldfiguren, dan vallen sommige mensen uit de boot. Want ze behoren daar niet tot een rijtje van voorbeeldfiguren. Toch? Dus ik ben van mening dat dit gedeelte, als ik het zou bekijken, had ik de president gezegd van president, luister, bedankt voor die positie, bedankt voor die functie. Toch? Ook al wat je wilt dat ik moet gaan doen voor je tijdens de verkiezingen, om corruptieve zaken te doen, voor vrome verkiezingen, ik wil het maar mee noemen. Maar denkt u dat dat mogelijk is voor vrome verkiezingen? Kijk, je hoort een heleboel dingen. We weten dat de verkiezingen van 2015 er nog zoveel vraagtekens zijn over de uitslagen. Maar ik ben van mening, toch? Kijk, ik hoop dat het volk van Suriname wakker wordt. Ik hoop het, want we hebben in de afgelopen periode hebben we heel veel gezien als het gaat om
hoe slecht iemand het land kan besturen. We hebben het gezien. Als we nu een rijtje moeten maken 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname, of tenminste, we gaan nu richting 43 jaar onafhankelijkheid, en we moeten een rijtje maken van de goede bestuurders en de slechte bestuurders, dan weten we dat de slechte bestuurders nu aan de macht zijn. Dat weten we. We hoeven daarover geen twijfels te hebben. Dus ik hoop dat het volk in 2020 weet dat leiders het land gaan moeten besturen en dat ze moeten gaan stemmen. En dat ze hun ogen open moeten houden. Zij moeten een waakhond worden. Want we weten bijvoorbeeld dat het onafhankelijk kiesbureau geen waakhond meer kan zijn. Het volk, de kiezer moet een waakhond zijn. Zij moeten gaan kijken nu bij elk stembureau. Van mijn stem wordt niet te grabbelen gegooid voor niets en niemand. Wie komt stemmen? Wie zijn die mensen? Hoeveel mensen zijn hier komen stemmen? 500. We kunnen niet plotseling 600 stembiljetten vinden in een brievenbus. Dat zijn zaken die we gaan moeten, die het volk zelf gaat moeten controleren. Toch? En we zeggen, het hoeft niet te gebeuren, maar we weten van, er is veel dat wij niet zien. Dus laat het volk alert zijn en laten ze bij de komende verkiezingen de ogen zijn voor de natie. Dus het volk moet op haar standpunt blijven, om deze mevrouw dan niet te benoemen of herbenoemen? Dus laten we zeggen, het volk heeft gesproken. En ik hoop dat de leiders die nu aanzitten, luisteren naar wat het volk heeft gezegd. Het is niet iets van wat ik heb gezegd of wat een andere oppositielid heeft gezegd. Het is iets wat het volk heeft gezegd. De mensen hebben gesproken. Als je nu over straat gaat en je zou een interview doen en je zou mensen vragen wat ze vinden van de benoeming van Van Dijk Silas. Als je 10 mensen zou interviewen, weet ik zeker dat zeker 6 van ze zouden zeggen, we zijn er niet mee. De schutter van de dodelijke schietpartij van morgen vroeg in Pipi Sisha Lounge op de hoek van de Wolframstraat en de Heliumstraat te Paramaribo Noord is nog niet aangehouden. Een man liet tijdens het schietpartij ter plaatse het leven. Het volgens de politie is vooralsnog onduidelijk dat het motief is geweest in deze zaak. Het slachtoffer liep meerdere schotverwondingen op. Er zijn hulzen van een vuurwapen in de bar aangetroffen en in beslag genomen. De dader, die al in beeld is gebracht, vluchtte direct na de schietpartij in een auto weg. Het voertuig werd korte tijd na het incident bij een woning verderop in de straat aangetroffen en wordt onderzocht door de politie. De identiteit van het slachtoffer is ook nog niet bekend bij de politie. De zaak is overgedragen aan de afdeling kapitale delicten die het onderzoek verder zal verrichten. Op 11 februari 2015 was er ook al een schietincident bij PPC Challenge waarbij Marciano Pokorny werd geliquideerd door 2 onbekende mannen. Het slachtoffer, een in Nederland bekende crimineel, werd meerdere malen beschoten door de 2 mannen. De daders zijn nog altijd niet achterhaald. Vakbondstopper Dayanand Dwarka die tekent ook ernstig tegen de herbenoeming van meester Jennifer van Dijk Silos tot voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau. Het gaat om een te belangrijk instituut om daar dan iemand te benoemen tot voorzitter die zo loyaal is aan een zittende regering. Zij kan daar zaken doen, zegt Dwarka, die toch in het voordeel uitvallen van deze zittende regering. En daarmee bedoelen we de Nationale Democratische Partij. We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met vakbondstopper Dayanand Dwarka. Vakbondstopper Dayanand Dwarka, we merken dat u wat kritische kanttekeningen hebt geplaatst bij de herbenoeming van meester Jennifer van Dijk Silos tot voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Dat heb ik gedaan in een paar hoedanigheden. 1 is dat als burger van dit land, waarbij ik om de 5 jaar en samen met mij natuurlijk het Surinaamse volk de gelegenheid heeft om middels algemene, vrije en geheime verkiezingen het bestuur van het land aan te wijzen voor de periode van 5 jaar. En
voor mij en voor de totale samenleving zijn deze verkiezingen van eminent belang voor hun, hoe hun toekomst eruit zal zien. Hè. Eens in de 5 jaar krijgen we de gelegenheid om dat te doen. En daarbij is het zo dus dat het volk mandaat geeft aan een bepaalde regering om een bepaald beleid uit te voeren. En dat beleid bepaalt in belangrijke mate natuurlijk ook de kwaliteit van hun leven. Dus een verkiezing, meneer Ganes, is geen grap. Het is van levensbelang voor de totale samenleving. En daarmee moeten we geen grappen maken. Wat we hebben gezien is, en dat moet natuurlijk, zoals wordt aangegeven, algemene, vrije en geheime verkiezingen, dat moet op een correcte en richtige wijze geschieden, waarbij er geen enkele aanleiding mag zijn dat er vraagtekens daarover, althans over de betrouwbaarheid, over de eerlijkheid, mag gesteld worden. Wanneer wij zien dat een mevrouw Van Dijk Silos die jaren leiding heeft gegeven aan de UKB, tot dat moment was er geen enkel probleem. Mm-hmm. Maar vanaf het moment dat ze duidelijke, aanwijsbare politieke functies heeft bekleed bij deze huidige regering en zelfs minister is geweest, dan begrijpt u dat er geen sprake van het kan zijn van enige mate van onafhankelijkheid van deze persoon. Persoonlijk heb ik niets tegen de persoon van Dijk Silos, maar het gaat erom, gelet op de wettelijke taakstelling van het onafhankelijk kiesbureau, taakstelling en de bevoegdheden die dit bureau heeft in het hele proces van de verkiezingen in dit land, kan je zeggen dat is eigenlijk de hoogste autoriteit bij wet voor wat betreft de verkiezingen. En een van ze is dat het OKB de uitslag van de verkiezingen aan het einde van de rit bindend dan wel niet bindend verklaart. U begrijpt de uitermate belangrijke en verregaande bevoegdheid die is toebedeeld aan het OKB wanneer er twijfel zijn en het gaat om een discutabel persoon met betrekking tot de onafhankelijkheid, de integriteit en de neutraliteit van zo'n autoriteit, dan denk ik dat het niet goed is dat deze mevrouw gehandhaafd blijft als voorzitter van het OKB. En deze waarschuwing maak ik naar ieder toe, en zeker naar de regering, maar ook naar de totale samenleving, dat op weg naar 2020, naar de verkiezingen en na de verkiezingen, met name na de verkiezingen, de rol die is toebedeeld aan het OKB, dat wanneer er omstandigheden zullen ontstaan, dat ik eigenlijk de regering waarschuw om ter voorkoming daarvan om deze mevrouw te vervangen door iemand anders. We willen geen taferelen hebben. Zoals we hebben in een heleboel landen na de verkiezingen, waarbij partijen de rechtmatigheid, de eerlijkheid, de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezingen zullen betwisten. Op dit moment ziet u de taferelen in Honduras, niet ver van ons huis. En we willen dat niet hebben. Ik voel mij ongelukkig dat er groepen zijn in deze samenleving, zelfs politieke partijen, die zeggen dat ze aan mevrouw Van Dijk Silos het voordeel van de twijfel geven. Ik zeg van luister, nou, laten we niet experimenteren met zo'n gigantisch groot belang van deze samenleving, van dit volk. Het gaat om de toekomst van de natie. We vertrouwen eigenlijk onze toekomst aan bestuurders van dit land en we zien het wat ze ervan kunnen maken. Toch? En zeg van, op basis van dat belang zeggen wij van nee. Ik zeg het niet eens om in heroverweging te nemen. Maar voor mij is het een ernstige dwaling van de president om deze mevrouw her te benoemen in die functie. Zegt u dat haar herbenoeming dan nu op basis van loyaliteit en niet langer kwaliteit? Dus ik bedoel, ik hoef geen antwoord te geven op deze vraag. Het is duidelijk. Nogmaals, ik wil benadrukken dat deze mevrouw, en ik twijfel niet aan haar kwaliteiten nogmaals, maar vanwege het feit dat ze zo prominent politieke verantwoordelijkheden heeft gedragen, politieke functies heeft bekleed in een regering waarvan de huidige president, die tevens voorzitter is van de NDP, dan begrijpt u wel
Dus dat er niemand meer de geloofwaardigheid van die mevrouw zal accepteren. Toch? Op basis hiervan. Die onafhankelijkheid, dat is nu ter discussie. En we mogen voor wat betreft dus de invulling van zo'n belangrijke functie, van zo'n belangrijk instituut, daar kunnen we geen grappen mee maken. De president zou zijn besluit moeten herzien? Absoluut. En de politieke partijen die dus nu het protest aantekenen, ze staan in, u geeft ze gelijk? De politieke partijen die protest aantekenen ik vind het gelijk, hun gelijk natuurlijk. Ze hebben alle reden om daar tegen protest aan te tekenen. De politieke partijen, of althans zij die menen haar het voordeel van de twijfel te geven en een tweede kans te geven. Nee, ik denk niet dat wij zou zijn. Het kan funeste gevolgen hebben voor deze samenleving, de handhaving van deze persoon in die functie. Zegt u met zoveel woorden dat zij de huidige regering en de partij waaruit zij voortvloeien, de NDP, kunnen bevoordelen? Alles kan en het hoeft niet zo te zijn. Ja, en daarom, ik heb aangegeven in, naar een ander medium toe, van dat de NDP eigenlijk het grootste belang heeft, toch? Om deze vrouw niet langer te handhaven als voorzitter van OKB, mits de NDP kwade bedoelingen heeft. Toch? Want als je werkelijk eerlijke en geheime en vrije verkiezingen wil hebben, dan zou je daar iemand moeten hebben waarover er geen twijfels kunnen en mogen bestaan. Stel eens voor dat de NDP bij de komende verkiezingen op een eerlijke en correcte wijze de verkiezingen wint, zelfs grandioos wint, weet het niet, het ligt aan het volk. Maar wie zal het geloven? Men zal denken van nee, dat is gefraudeerd, er is geknoeid. Want het gaat zo slecht in het land, hoe kan deze regering de verkiezingen winnen? Toch? Dus als de NDP en de huidige regering geen kwade bedoelingen heeft, dan zou het in elk geval in hun belang zijn om deze vrouw niet langer te handhaven als voorzitter van de OKB. De vakcentrale C47 die heeft er vandaag een assemblee van de arbeid gehouden waarbij vakbondstopper Robbie Berenstein, de voorzitter van vakcentrale C47, aan heeft gegeven dat wij verdere verarming van het volk mogen verwachten. De werkende klasse die gaat het steeds moeilijker krijgen. De regering kan haar schuldeisers niet betalen, zelfs bedrijven kan men niet betalen. Vrienden rond de president die worden alsmaar rijker, terwijl het volk steeds economisch achteruit gaat. De crisis die heeft zich gemanifesteerd in bijkans elke sector. De crisis is overal te zien, zegt Robbie Berenstein. Hij heeft vrijwel heel lang gesproken, vandaar dat wij vandaag u het eerste deel brengen uit de speech van vakcentrale C47 voorzitter Robbie Berenstein. 2017, no ben de wanboeiari, die onnulijke rokoma. Met hier en daar enkele hoogtepunten waar ook op terug gaan komen. Die voorspellen geen goeds voor dit jaar. In het afgelopen jaar is onze positie als werkende klasse, Wurgomang, als samenleving, een positie worden beheerst door de slechte financiële situatie van de staat. En aan een fenomeen op zich. Omdat die Yeshitaki abe effecten kon in alle sector. Die uno direct volviering naar dat prijs ik wel ook toe. Inflatie zo boem. Verarming. En de prijs is ook toe.
verarming ik kom. Dat wat ik de werkende klasse. Aan een biggie probleem. ...2016 naar begin... ...2015... ...en dan zat hij voor... ...over de 2 jaar... ...die kabaka, 16, 17. We shitaki... ...of u shitaki... ...door een slechte financiële situatie. A regering... is steeds minder in staat. En die trend zien we nog steeds zich voortzetten. Om te voldoen naar de meest eenvoudige schuldsaabi. Regering, noem een paar schuldeisers. En noem een paar oerkomang. Zij vader onderin. En noem een paar bedrijven. Saduro Kodilandi. En de bedrijven dat op zich. Ook de aprokoman. Heb je verplichting. Tegenover rokoman. Tegenover werknemers. Dus dat ben je shikba. Hoe. Een crisis. Als gevolg van de financiële situatie van de staat zich ontwikkelt. Afgelopen weekend hebben we bezoek gehad van een aantal bedrijfsleiders voor dat en zo. Ze verrichten diensten die overheid. En in dit geval in de vuilophaal. Na Mumu Langa. De notjes money. De ko doet een beklag. Hoe deed dat hier nou? If you want, zijn 47 van waarde die in begin organiseren schreef. Organiseren schreef. Voor mij kwam horen dranga kofu. Dat zo, hoe kan je je moren boem? Lek belag organisatie. En we hebben dat gedaan. Omdat, hoe dat naar bedrijven, maar het is voor ons niet een ver van mijn bedshow. Ik van tegen ik ben, de bedrijf is aardig man. En boven hoeft de man, noem een paar euro man, moro. Met als gevolg, verlies van werkgelegenheid, smannen maar zorgen in, tien, de gezin, de vrouw, de man moro. Daarmee willen we aangeven hoe ver de consequenties reiken van het niet kunnen voldoen van schulden. Afgelopen jaar ook toe. Hoe ziet dat je steeds moro na moro groepen voor komen. Notjes money, notjes spy, omdat Lanti en het zijn meer de subsidiekredietende bedrijven. Vanuit de functie, de justitie subsidie overheid. Workman, notjes, de pay, zelfs waar ze. Formeel juridisch aanspraak op maken, de salaris. Laat je nog bij de instituut. Een zetting toestanden eten. Bij de volksgezondheidsorganisaties. Hier hebben we RGD. We hebben het Jaconessenhuis. Ja. Even adem noemen we verder onze collega's van. Medische zending. Van het Sint-Vincentius ziekenhuis.
S'nachts hospitaal. Maar zelfs ook andere sectoren. No, no, de. Lek vijf op een jaar. Algemeen Bureau voor de Statistiek. Abifja de Eurocombassie. Gwabo Middellingsraad. En in feite afgeet hij dat hij is niet direct tegen Eurocombassie. ABS. Is tegen het ministerie van Financiën. Ze moest die ABS subsidie. Zodat de recommanda pe. Ook toe kan kiezen. De compensatie. Waar ze aanspraak op maken. Vanwege die verarming. Vanwege die steeds sterker stijgende prijzen. Maar het ministerie, de regering, ook in dit geval van ABS, hebben ze niet kunnen voldoen aan hun meest elementaire verplichtingen. Voor die ABS, als subsidie, sa, ik kom dit toe. Ook andere bedrijven, werkers, Noeshi, mensen van Surpos, Eco-op, ook zij zijn de dupe geworden van de hele financiële situatie van de staat. Maar waar men aanspraak moet maken of maakt op koopkrachtversterking. En dat heb je natuurlijk ook bij andere bedrijven. Blijkt de aandeelhouder, de overheid, niet in staat te zijn aan die verplichting te voldoen. Ik had het al over een situatie. En werken door in een volksgezondheid. Brada Naredorp, kaas net bij een probleem. Zou je dat hier? De Eurocomman voor bakbak bedrijf. Fai en ervaar. P. In de CAO schrijf je. Dat werknemers en gezinnen. En met aanspraak. Tapgeneeskundige behandeling door een dispuut tussen het bedrijf en het SZF is het toch leren en het SZF dreigen die werknemers hun kinderen buiten de boel te vallen per 1 december. Dus nono even een recommand 10 siki en zelf moest kopijen. Hij moet spijen. En je moet weten, daar zijn er zeker in het bedrijf Yarikaba en Nikeri 2000 werknemers. Vermenigvuldigend maal 3-4. Luko Omerip Tjim. En vallen buiten de boel. Als het gaat om volksgezondheid. We komen daar straks op terug, omdat een probleem voor een volksgezondheid. Nou, een structureel probleem. Het is niet alleen maar een financieringsprobleem, maar ook terwijl je steeds meer en meer onze toegang tot gezondheidsvoorzieningen. Ondanks het feit dat een potes aan het CAO. Die komen zo zoetjes aan in gevaar. Saaf-saafri. En dat is saaf-saafri. Zoals in het geval van Fai. Nou, direct. 7,000-8,000 kinderen. Buiten de boot. Landinamoni. Daarom is het zo takkie. De zaken zijn nu op de reden.
Want we hebben vaak gehoord. Jere na, dit is nog maar kies pai. Omdat na bureaucratie. Dat nog maar kies money. Omdat weet ik veel wat voor ieder. Wat wij niet zeggen, is het kind bij de naam noemen. Dat de staat een groot financieel probleem heeft. Waardoor, if you de noem een kind bij de naam. If you de analyseer dat probleem op een juiste wijze. In een maandje aan de oplossing toe. En daarom ook een beetje vooruitlopen. Hoe je ziet moet vooruit zijn als het gaat om het overheidsbeleid voor 2018. Dat nou wat zei. Van financieel probleem. Want Salanti, zijn regering, je is je doen om zogenaamd dat probleem op te lossen. Het ongebreide aangaan van leningen, waardoor op lange termijn als schuld zijn economie. Dat is een samenleving als totaliteit. En kom op Robigi. Want wie, na lekker die bij Makandra, we brengen een sensie op om die schulden terug te betalen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS is momenteel bezig componenten zoals masten, trafo's en kilowattuurmeters in het netwerk volledig digitaal in beeld te brengen en te voorzien van geografische coördinaten. Dit project, dat bekend staat als GIS Data Collectie, Conversie en Migratie, is in april 2017 van start gegaan in het Sandré-gebied en zal in totaal 18 maanden duren. Dit project wordt niet zelf door de EBS uitgevoerd, maar door een Japans bedrijf, Pasco Corporation, in samenwerking met Consulting Partners, een Surinaams bedrijf. De EBS is de opdrachtgever. Om dit gedeelte goed te laten verlopen, heeft de EBS gemeend om de Pasco-medewerkers zo herkenbaar mogelijk te maken. De Pasco-medewerker gaat gekleed in een gele vest met het logo en de telefoonnummers van Consulting Partners. Verder moet de Pasco-medewerker bij het betreden van het erf van de verbruiker zich behoorlijk legitimeren middels een speciaal ontworpen badge waarop hun portret en de logo's van de EBS en Pasco zichtbaar zijn. Verder moeten de Pasco-medewerkers zich legitimeren en hun ID-kaart en de brief tonen die door de directie van de EBS is ondertekend, waarin een korte beschrijving van het veldonderzoek is aangegeven. Als de verbruiker ondanks deze maatregelen niet overtuigd is, kan er gebeld worden naar het klantcontactcenter op het nummer 175 of de nummers van Consulting Partners die op de vest zichtbaar zijn aangebracht. De nummers zijn 47 75 27 of 47 48 53. Medewerkers van het postbedrijf Surpost zijn moe van het wachten op de koopkrachtversterking. Ze zijn daarom donderdagmorgen geweest naar het regeringsgebouw aan de Dr. Sofie Redmondstraat om aandacht te vragen voor het probleem. Het gaat om SRD 375, die april is ingegaan en in augustus verhoogd naar SRD 500. De directeur persisteert om de uitbetaling niet te doen. Het gaat nu om een totaalbedrag van SRD 4000 per maand, zegt woordvoerder Ingracia Boerenstam. We zijn namelijk hier in een delegatie
bij de VP om het verzoek in te dienen bij de VP. Om zijn invloed ook aan te wenden bij het ministerie van Financiën tot de uitbetaling van de koopkrachtversterking van 2017. Het gaat namelijk om vorig jaar, 2017, zijn er 3 verhogingen aangegeven door de overheid. Te weten namelijk de eerste, die is de koerscompensatie. Die gaat om SRD 100, dat is de eerste tranche. En daarna had je dan nog de ontheffingskorting, die gaat om SRD 125. En dan heb je de derde, die is de koopkrachtversterking. De 2 eerste die zijn reeds al uitbetaald door de directeur. Maar de derde, daar persisteert de directeur om het uit te betalen. En dat gaat namelijk om SRD 375 vanaf april 2017 en 500 SRD in de maand augustus 2017. Dus we zijn hier bij de VP om wat hulp, zodat de uitbetaling kan geschieden gezien de situatie in het land. Alles is zo duur, dus we zijn gezamenlijk gekomen om het uit te betalen, want ja, het is zo heftig geweest dat we helemaal bij de bemiddelingsraad zijn geweest met de directeur. En daar aangekomen, de bemiddelingsraad heeft zelf aan de directeur aangegeven van in deze ligt de bal bij u, u gaat dat geld moeten uitbetalen. De directeur heeft daar ook aangegeven dat hij voor wat oplossing wil komen samen met de bond. Maar ja, we zijn nu al in 2018, vandaag is 11 januari en we hebben nog niets vernomen. En bij deze wegen de directeur om dat geld uit te betalen. Dus daarom zeggen we nee. De VP is al van op de hoogte van de bond, wat er gaande is. En we zeggen nee, om alles eraan te doen, komen we in een delegatie bij de VP. Maar dit moet ophouden. Het is ook lastig voor ons als medewerker dat zolang we wat geld moeten krijgen. Kijk, straks hebben we ook weer de cao-verhogingen. En dan gaat het ook weer wat moeilijkheden met zich meebrengen. We zeggen nee, we moeten dan nu vechten. Want het gaat ook om een bedrag van 4000 SRD de man. En als deze de directeur weigert om uit te betalen, straks is de cao-verhoging ook, dan gaat het ook weer hetzelfde zijn. Dus bij deze zeggen we nee, het moet ophouden, we komen naar de VP en voor een oplossing. Het is eigenlijk geen vakbondsactie, want de bond heeft al zijn zaken gedaan. We zijn naar de bemiddelingsraad geweest, de bemiddelingsraad heeft gezegd nee. Het was zelf tweede kerstdag dat we zijn geweest bij de bemiddelingsraad. Ik was toevallig ook een van de medewerkers die ook in de kamer was. En de bemiddelingsraad zei nee, de directeur maakt u moeite om dit voor 31 december op te lossen samen met de bond. De bond is meerdere malen geweest bij de directeur. En iedere keer heeft de directeur een of ander smoes te vertellen. Van ja, er is geen geld en dit. En uiteindelijk zegt hij van nee, hij betaalt het niet. En we zeggen nee, dan moeten we wel stappen ondernemen als werknemers. Dus daarom zijn we hier, zodat hij het kan uitbetalen. We zijn eigenlijk hier om de VP te ontmoeten, zodat er een oplossing kan komen. Inmiddels heb ik al een gesprek gehad met de secretaresse van de VP. En er is toch een kleine oplossing, hopelijk wordt het opgelost. Zo strakjes gaan we in een groep van 5 of 6 mensen, niet de hele delegatie mag naar binnen, gaan we naar de directeur, we leggen het voor aan hem. Helaas mag de pers niet naar binnen en dan kijken wat er uit de bus komt. Maar we willen wel een oplossing. Al we moeten elke dag hier komen, gaan we komen. De directeur geeft aan van dat er geen geld is. Wat mijn persoon vernoemen heeft van de bond, er is geen geld. En ja, want hij moet zo strakjes ook nog onze vakantiegelden uitbetalen. Salaris moet nog uitbetaald worden. En straks komt de cao nog op tafel. Dus ja, we waren in december ook al in beraad. Maar er werd wel gewerkt, we hebben geen enkele klanten tegengehouden. Dus zo te zien, uit zijn mond kan ik dan verstaan dat hij dan verlies heeft geleden. Maar de mensen hebben gewoon normaal gepost, dus er zijn wel winsten gemaakt in december. Maar hij vindt van er is geen geld, dus die 4000 gaat hij dan niet uitbetalen. Nieuwe chefs in dienst gelopen. Ja, en hij vindt er is geen geld, maar ja, maar er worden steeds mensen benoemd met een verhoging. Er komen steeds meer mensen in het bedrijf direct omhoog worden gezet als posities. En die krijgen direct een verhoging. En ja, dat is dan lastig. Ik vind als u geen geld heeft, neem dan minder mensen in dienst voor een direct een hoge positie. Nee, we hebben niet gesproken met de vicepresident. De VP is niet aanwezig. We hebben de gelegenheid wel gehad om met de directeur van het kabinet van de president een gesprek te voeren.
We zijn geweest in een klein groepje en we mogen tevreden zijn. Ze heeft ons met alle open hart ontvangen en ze heeft ons klacht aangehoord. Ze heeft alle notities gemaakt en ze heeft ons het vertrouwen gegeven dat ze dit alles zal doorspelen aan de VP. En dan krijgen we dan antwoord of een uitnodiging van de VP. Dus het wachten is nu dan even op de VP. Als we worden uitgenodigd, dan komen we dan weer bij de VP. Want in deze willen we wel een oplossing. De motorfietser die gisteren is overleden na een aanrijding met een personenauto is de 38-jarige Marvin Sehebdin. Hij is op de kruising van de Povisi en de Gansistraat aangereden door een auto. De autobestuurder reed over de Gansistraat en kwam vanuit de Pakani-straat richting de Kopropinstraat. De politie zegt dat de 48-jarige autobestuurder op het kruisingsvlak reed zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer. De man reed de motorfietser aan die door de slag enkele meters verder op een verharde inrit terecht kwam. Sehebdin was op slag dood. De autobestuurder kwam met de schrik vrij. Hij had een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde volgens de politie niet onder invloed van alcohol. Sehebdin is de derde verkeersdode voor dit jaar. Dit was TBN Prime Alert van vrijdag 12 januari 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals, 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.